Ja, uit eten gaan is natuurlijk een ware belevenis. En waar kun je dat beter doen dan bij de burgemeester in Linschoten? Ja, en dan komen ze eigenlijk bij jou in het restaurant. Bij jou en Anna, die vrouw, Anna Heuvels. Ja. Samen zijn jullie de eigenaren van de burgemeester. En is het een feestje om bij jullie te eten? En daarmee kijk ik eigenlijk naar het dessert. Hè? Ja, champagne, vertel. Ja. Een beetje feestelijk afsluiten. Je opent vaak feestelijk, maar je kan het ook een beetje feestelijk afsluiten. We hebben een moesje gemaakt van champagne. Een mooie gelei van cacao erover. In combinatie met walnoten, wat eigenlijk geen walnoten zijn. Wel ijs van walnoten. En we hebben blauwe bessen op twee verschillende manieren. We hebben er een gel van gemaakt en we hebben er weer een klein beetje gefermenteerd. En dat hebben we ook weer in de champagne gedaan. Dus het gaat een beetje gisteren. Wat is het eerste wat je gaat doen? We gaan beginnen met de champagne moesje. Ja? Hoe ben je daar opgekomen? Ik ben sowieso gek op champagne. Laat dat voorop stellen. Oké, jou midden in de nacht wakker maken, dan kan je maar een beetje champagne bij je mee hebben. Altijd. Altijd? Ja. Maar dan die combinatie. Ja, dat is ook mooi. Als je hem straks opensnijdt, dan zal je ook zien dat hij helemaal wit is van binnen. Echt als een mooie witte mousse. Lekker het frisheid wat champagne heeft. Ja. En dan lekker de chocolade die eromheen zit. Pure chocolade overigens? Pure chocolade, ja. Goed. We hebben een crumble gemaakt van chocolade. Die doen we een klein beetje over de gelei in en die gaan we straks ook als basis gebruiken. Geeft ook een fijne structuur. In je mond, maar het is ook een hele mooie vulling. We hebben nu karamelchocola met daarin een lopende vulling van de braam. Dus eigenlijk zodra die open gaat, ja, dan vloeit hij er rijkelijk uit. Het is ook weer om de frisheid wel in je dessert te houden, want je werkt met best veel chocolade, zware componenten. En dat een beetje combineren met frisse zuur, dat het wel als je een dessert hebt, heb je nog wel wat ruimte over, maar het is niet dat het helemaal klaar is. Ja, hoe creatief is dit? Daar is de walnoot die geen walnoot is. Ja, klopt. Hoe hebben je dat laten maken? We hebben eigen siliconen mallen gemaakt. Ja? Dus we hebben walnootjes in de siliconen vorm gestort. Vervolgens hebben we daar een mousse, een panna cotta van zoetheid van gemaakt. Terug te laten komen weer in de vorm. Die hebben we een klein beetje goud afgespoten. Dat kan gewoon met een chocoladespray. En het leuke van is champagne, goud, hè, dat is om het feestelijk ook weer... Maar dan wel zoethout wat je proeft. Ja. Dat verwacht men niet 1, 2, 3. Nee, daarom. Het is ook wel leuk om daar een klein beetje mee te spelen. Kijk, drie mooie pronkstukken. Ja. Het volgende. Het volgende is van de blauwe bessen hebben we ook een gel gemaakt. We hebben echt blauwe bessen een beetje laten inkoken. Ook weer met champagne om het weer terug te laten koken. Daar ook weer een beetje zoethout in verwerkt. En dat vervolgens als een crème gedraaid. Receptuur nauwkeurig volgen. Om de juiste smaak te krijgen. Ja, absoluut. En de juiste textuur, want dat is ook belangrijk. En opletten met champagne is dat je, als je het te erg verwarmt en zo, dan vliegt alle smaken weg. En dat is wat je eigenlijk niet wil. En dat geldt ook helemaal voor deze crème. Dit is echt bijna puur champagne. We hebben wel een klein beetje afgebonden. Mm-hmm. Maar ook daar weer probeer het niet te veel te verwarmen, want anders gaan alle smaken weer weg. Het laatste weer om eigenlijk weer de structuur en het dessert een beetje... te krijgen en om toch wel de smaken die je in verschillende structuren terugbrengt, hebben we van de blauwe bessen, die hebben we ook weer gefermenteerd en dat hebben we ook weer gedaan in een klein beetje yoghurt, maar ook weer in de champagne. Dus je proeft de hele tijd wel, hé, wat is het, maar toch de balans in je gerecht, probeer je daar wel mee een beetje... Eigenlijk is die champagne de rode draad, want die komt nu al terug op drie verschillende manieren. Ja. Wat vind jij nu belangrijk bij... Ja, eigenlijk bijna decoreren wat ik wilde zeggen, dresseren. Ja. Ook weer lucht? Ja, lucht. Zien wat er op bord ligt. Dus je wil wel weten wat je gaat eten zo. Ondanks dat de smaken wel een beetje met je geest spelen. Dat klopt niet, hè? Je creëert eigenlijk een illusie. Ja. Soms moet je mensen wel een beetje aan het denken zetten. Ja. Een beetje voor de gek houden, dat is ook wel leuk. Dat is absoluut leuk. Dit vind ik bijzonder. Wat is dit? Dit is bronzen venkel. Dat komt van origine eigenlijk uit Israël, maar dat werkt ook heel erg goed gewoon hier in de Nederlandse grond. Dit komt ook uit onze eigen moestuin en dit heeft een beetje een dropsmaak, een beetje salmiak en anijs. En dat gaat wel heel erg lekker met chocola, maar ook met champagne en walnoten. Ja. En dan laatst, voordat we hem gaan afmaken met ijs, gebruik ik een klein beetje limoencres om toch ook weer de frisse zuurtjes in het gerecht te laten komen. Goed, vanuit de koppertcres, vanuit de kassen. Voegen jullie eraan toe. En dan ga je eigenlijk qua kleur echt knallen. Ja. Qua smaak ook? Of heel subtiel? Nou, ik vind het subtiel en niet te heftig. Maar het is wel... je voegt er wel wat aan toe. Het is niet dat je het toevoegt omdat het er leuk uitziet. Maar het heeft ook wel een waarde in het gerecht. Om die zuurgehalte, de frisheid ook een beetje
fijn te laten terugkomen. En dan is het nu tijd geworden voor het ijs. Ja. Het is ook maar een heel klein kanelletje, zie ik. Ja. Ik hou mijn adem in. Ik ook. Is die perfect? Hij is heel mooi, ja. We hebben genoten van alle gerechten die je aan ons hebt laten zien. Bedankt namens het team van Recepten van Topchefs. Vond je het leuk om hier te zijn? Ja, hartstikke leuk. Hartstikke leuk. Het is even anders als anders, hè? Ja, het is op een hele manier vooral wat vertellen over je gerecht. Maar ook is dat gevoel en dan doe je dat vaak wel in de keuken, best wel in een stilte. Maar het is ook wel heel leuk om daar toch wel bij te vertellen, want er zit altijd wel een gedachte achter waarom je iets doet. Ja. We hebben je verhalen kunnen horen, we hebben kunnen genieten van je gerechten. Dank daarvoor. En u natuurlijk bedankt voor het kijken. En heel graag tot de volgende keer met weer inspirerende gerechten en verhalen van de chefs.